Goedemorgen, het is vrijdag en ik heb er wel eens beter uitgezien. Op de achtergrond hoor je de tablet met een filmpje, want ik ben ziek. Het is nu 6 juli. Dat betekent dat ik over mijn uitgerekende datum ben. De nacht van mijn uitgerekende datum was ik echt verschrikkelijk beroerd. Daar vertel ik meer over in mijn zwangerschapsupdate, maar ik was echt heel beroerd. Woensdag gewoon heel veel geslapen en uitgerust. Toen ging het wel weer. En gisteren was ik eigenlijk alweer oké. Okay. Ja, nogal een beetje slap, maar dat ik natuurlijk niks binnen had gehouden de dagen daarvoor. En nu, om 4 uur vannacht ongeveer, begon het weer. Dus de verloskundige denkt dat verder niet zoveel met baby te maken heeft, maar zei wel van misschien moet je even op de kweek laten zetten of zo. Dus moet natuurlijk wel een beetje weten wat het is, ook in case als ik ga bevallen. Dus ik had de dokter gebeld, maar die wil me toch even zien. Ook wel top, weet je, dan moet je dus op de fiets heel erg goed. Sven is er met de auto vandoor gegaan, die is er ook niet over nagedacht. Dat is ook helemaal niet handig. Maar goed, mama fiets mee. Mama die komt zo. En ik ga dan zo nog even terug in bed en hoop wat slaap te krijgen. Het vervelende is gewoon, weet je, ik ben over mijn uitgerekende datum. Dus de bevalling komt nabij en daar moet je gewoon kracht voor hebben. Dus ik moet vanmiddag ook naar de verloskundige en dan ga ik ook even overleggen hoe we daarmee omgaan. Want ik ben natuurlijk, eigenlijk wil ik gewoon zonder pijnstilling alles net als vorige keer. Tenzij ik tot dat moment heel erg behoefte aan heb, maar dat, in principe wil ik dat allemaal niet. Maar ik wil wel een soort plan B hebben als ik dus echt zo slap als een vaatdoek ben. Wat gaan we dan doen? Want als ik me zo voel en ik moet zo'n bevalling doen als ik met Niels had, dan dat wordt niks. Dus daar wil ik het straks even over hebben met de verloskundige. Ik had eigenlijk ook nog een afspraak bij de schoonspecialisten. Omdat ik dacht, ja weet je, het is nu alweer 4-5 weken geleden. En ik ga toch maar weer een lakje erop zetten. Niet dat het nu al echt nodig is, maar ik dacht wel, ik wil er juist straks ook een beetje leuk bijlopen. Maar goed, dat is pas ergens vanmiddag. Dus even kijken hoe het gaat. Ik zit nu aan een theetje. Ik moet een boodschap bestellen. Ik word echt wel naar als ik eten woorden over eten lees. Ik ga maar een soort copy-paste doen van andere lijstjes. Zodat ik niet al te veel plaatjes van eten hoef te zien. Dus het is een beetje een balen begin van de vlog. Ik neem jullie mee. Voor zover ik daar klachten heb. Maar ja, zo begint mijn weekend. Verder gaat het prima, maar dit, hier baal ik wel gewoon echt een beetje van. Ik heb er ook een beetje zelf medelijden. Niet snel, maar ik voel me nu wel gewoon een beetje dat je denkt, ja, ging net weer een beetje beter. En dan krijg je dit weer. Ik heb heel veel harde buiken ook, omdat ja, mijn hele lichaam trekt zichzelf in een soort kramp. Maar goed, mama komt zo, dan duik ik nog even mijn bed in en hoop ik dat ik me straks wat beter voel. Als ik niet elke 5 minuten naar de wc moet, zou het sowieso gedekt zijn. Dus, sharing is caring. Ik zie jullie later. Nou, ik ben weer terug. Het was allemaal iets langer dan verwacht. Maar de dokter deed echt super grondig zijn werk. Uiteindelijk ook nog urine getest, want toch wat twijfels. Maar gelukkig is alles oké. Blijkbaar dacht hij nog misschien aan zwangerschapsvergiftiging, maar dat is gelukkig allemaal niet. En bij de verloskundige was ook alles goed met de baby, dus dat is heel fijn. Ja, je ziet wel aan mijn gezicht, denk ik, hoeveel vocht ik ben verloren. Mocht je twijfelen, kijk even vorige vlog terug. Ik had eigenlijk nog de schoonheidsspecialist, maar ja, ik ben echt helemaal, ik had me wel even opgemaakt voor de hele sfeer, maar ik voel me echt een dweil, dus ik ga de schoonheidsspecialist helaas afzeggen. Ik hoop dat ze morgen kan en dat ik me morgen wat beter voel. We hebben afgesproken, in principe zou ik dinsdag starten met strippen. Of gestript worden. Strippen. Maar we hebben nu afgesproken dat we gewoon maandag even bellen en kijken hoe ik me voel. Want als ik me natuurlijk zo slap voel, dan gaan we niet iets doen om de bevalling op gang te brengen. Dus ja, wacht het even af. Maar met de kleine meid gaat alles gelukkig goed. En nog steeds niet ingedaald, dus ik moet nog steeds bellen als ze mijn vliezen brengen. En ik heb nog steeds heel veel vruchtwater, dus zij heeft geen last van de droogte in de rest van mijn lijf.
Ik ben inmiddels weer wakker. Ik zit even opnieuw de kamer met de ramen open. Als je denkt, wat hoor ik. Maar Sven zat even een stukje WK te kijken. Niels is nog even buiten met te komen. Die zal zo wel terugkomen. Het gaat zo dicht. Maar ik heb een bestelling binnengekregen. Dus ik vond het wel leuk om het even te laten zien. Van Cult Beauty. En dat komt dat ik bij... hoe heet ze? Nou ja, Anne heet ze. Maar dan de Anne Edit. Zag ik een heel interessant product. Dus ik wilde dat hebben. En toen was ik... toch lekker bezig, dus ik denk ik bestel nog wat extra's en dan had ik geen verzendkosten. Wat ik bij haar zag zit in dit doosje en dat is op zich al een treat. Krijg ik het ook met één hand volgens mij niet. Nou, wat is dit? Dit is dus een roller die je over je gezicht kan doen. En zij gebruikt hem dus ook voor de kaaklijn. En dat schijnt heel erg te helpen tegen onderkinnen. En sowieso is het heel fijn voor je hele gezicht, want het voelt nu al lekker. Ook voor rimpels en zo volgens mij. Deze heeft twee kanten. Je hebt ook een kleinere en een enkelzijdige geloof ik. Maar zij had deze, dus ik ben voor deze gegaan. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nog even haar filmpje kijken wat je er precies mee moet doen. Misschien zit er ook wel een instructie bij. Maar deze is. Ja, zij was er heel enthousiast over. En ik dacht, nou, dit vind ik leuk. Dus die. Dan, hier hoor ik ook het hele goede verhaal over. Dit is de, ik weet niet hoe je dit uitspreekt. Why? wave hairspray. En ik heb gewoon de kleine genomen. Want ik dacht, ga gewoon eerst even testen. Deze gaat heel lekker zijn voor in je haar. En dan bestelde ik. Deze blush van NYX. Ik zal hem even openmaken. NYX High Definition Blush. En dit is de kleur Intuition. Kijk, nou er zit gewoon een mooi strikje. Dit is hem. Hele mooie zachte blush. Zie je dat? Ik voel me wel... Ik had er een beetje zwartjes zitten kijken. Hij ziet er wel heel mooi natuurlijk uit met een beetje glow. En dan had ik nog een mini. Ik ben altijd gek op minis. Dit is de By Terry Ombre Black Star. En dit is een Colorfix Cream Eyeshadow. Kijk nou. Kijk, en dit is een... kan je eens op je oog doen. Wauw. Hoe vet. Super zacht ook. En dit is zo makkelijk dat je dit snoepje even op je oogje smeert uit. En dan heb je gewoon toch even een lookie. Dus dat bestelde ik bij Cult. Verder heb ik wat dingen bij Prenatal besteld. Een paar spuugdoekjes. Eigenlijk bestelde ik daar vooral voor cadeautjes die ik nodig had voor een verjaardag. Dus die heb ik besteld. En daarbij heb ik nog spuugdoekjes besteld. En een bordje voor Niels. Van Don by Deer. Ja, dus dat. Sven is net thuis. Ik heb dus even geslapen. Daar ben ik wel van opgeknapt. Ik ben nu bezig met bouillon en cola. Dus weer de zoet-zout combi. En nou, vooral gewoon heel veel vocht in me. En ja, dan maar even kijken hoe het gaat. Een van de favoriete activiteiten van Niels is stoeien met papa op bed. Dus ik zal laten zien hoe het ongeveer aan toe gaat. Nee. Oh. Dat was gewoon banaan. Kijk toch, een beetje bij van weten. Dit is een banaan. En ondertussen ga ik dan even de spulletjes klaarleggen. iets van kleren. Dit shirtje wel leuk, van de Hema met kwalletjes. Boekje erbij. Ik weet niet of het morgen heel warm wordt, maar ik denk het wel. Dus dan gaan we voor een boxershort. Als het heel warm is, dan doen we een boxershort in plaats van een hemdje. Of in plaats van een rompertje, bedoel ik. En dat werkt heel fijn, want dan is het niet zo warm. Zo,
En hij heeft al zijn rompetje aan, dus dat hoeft allemaal niet meer. Hij heeft ook al een schoon lui aan, want hij was net helemaal vies van de... van de speeltuin. Dan ga ik nog even water voor hem neerzetten, want hij wil graag 's nachts water naast zijn bed hebben. En dat doen we altijd in deze bekers van de Hema, die lekken gewoon niet. En hij heeft hier al zijn knuffels, tenminste een deel van zijn knuffels. Oh, de batterij is bijna leeg. Om een van de redenen wilde hij tegenwoordig meer knuffels in zijn bed. Voorheen was het alleen Paddy, maar nu zijn het er meer. Nou, deze ga ik eventjes verschonen. Hij staat nu alleen onder een laken. Dan doe ik de gordijnen dicht en dan gaat Schaapje zo slapen en Niels ook. Dat zeg ik wel, maar het is niet helemaal waar. We gaan eerst nog even yoghurt en een boekje doen. We doen altijd nog yoghurt en een boekje. Ten eerste wordt hij dan rustig en ten tweede... en tandenpoetsen natuurlijk. Maar ten tweede heeft hij dan ook een extra bodem, want hij heeft altijd dan ineens heel erg honger nog. Ga ik ondertussen de camera opladen. Broodjes ingepakt voor verjaardag vanmorgen. Het is mooi, Niels is even de dag aan het verwerken. En dan is hij een beetje aan het zingen, aan het praten. Op een gegeven moment voegt hij wel de dag erbij om... papa. En kom, gaat ze naar binnen, zegt hij. Wat doe jij nou hier? Ik ben even aan het praten. Nou, oh, die wordt wel humor. Ik ga lekker een beetje vermicelli soep eten. In het kader van zout. En iets in mijn maag. Met een bruin bolletje. Hoop dat dat binnen blijft. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik voel me gelukkig alweer een stuk beter. Dat is heel fijn. Dus we gaan zo even naar de verjaardag van de eerste verjaardag van een kindje van vrienden van ons. En ik heb deze die nieuwe spray gebruikt. Ik wilde meteen eventjes testen met een slag, maar ik heb echt niet zoveel tijd, dus ik doe gewoon even een paar krullen erin. Dat maakt ook verder niet uit, maar ik vond het gewoon leuk om even te doen. Ja, verder heb ik natuurlijk nog gewoon niet zoveel energie. Maar, en ik merk dat ik nog veel te weinig gevocht heb. Dus ik drink mezelf het ongans. In de hoop dat het snel een beetje beter wordt. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer alles binnenhaal. Lijkt te houden in ieder geval voor nu. Verder... ben ik dus spaarzaam met energie, dus we gaan met de auto, terwijl het is gewoon prima te fietsen. Maar ik heb vanmiddag ook nog de schoonheidsbeslissing, omdat ik die natuurlijk gisteren heb afgezegd, omdat dat niet ging. Dus dat is al een stuk fietsen en ja, ik moet dus ook een beetje mijn energie sparen voor het geval dat er iets gaat gebeuren in de buik. Dus we gaan even met de auto en dat is ook prima, deels met de auto leuk. En nou, dan gaan we daarna gewoon lekker lunchen en gaat Niels naar bed. En ik denk dat smiddags dat Sven even ook met Niels gaat doen. Ik ga dan even naar de scholenspecialist en verder niks. En morgen hebben we verder weinig plannen, behalve dat mijn beste vriendinnetje even langskomt. Want ja, we plannen natuurlijk helemaal niks meer. Alles is, nou ja, staat gereed voor een eventuele komst van baby. Dit is mijn outfit met... bijbehorende accessoire. Wij zijn weer thuis. Ik ben vergeten te filmen daar, maar prachtig huis. Niels vond het ook heel leuk, zei hij. En nu gaan we eventjes lunchen. Even wachten op de roodkaars. Dat je met je mega buik op de fiets zit en dat je echt alleen maar festivalgangers tegenkomt. Half your age. Zonder dikke buik. Maar goed. We zijn onderweg. Zo, ik ben alweer even thuis. Het zijn mijn wimpers en wenkbrauwen nu, op dit moment. En we gaan even wat eten. Ik ga een droog kippetje eten en ik eet dan wel gewoon de frietjes mee en wat sla. Kijken hoe dat valt. En de zanger doet zijn werk. Die heeft al heel veel groenten op, dus die eet ze. Ik durf hem nooit sla te geven, maar hij heeft al tomaten, komkommers en paprika op. Dus die heeft, hij heeft genoeg gehad. En dan krijg ik ook wat frietjes aan andere kippen. Ik krijg kippen. De berg op. Is het naar de
berg op. Die berg op? Ja, en dit is weer daar naartoe. Op zijn buik. Dan even daar langs. Oh ja, even langs. Oh. Ik zet van de berg op. Ik heb dus nu daar iets licht om op te zitten. Ik ga dat nog even anders doen. Maar dan ga ik er wel anders ook even neerleggen. Dat is een case. Oh, mag ik door? Ja. Top. Hallo. 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 Zit jij ook op de motor? Ja, en jij zit niet op de motor. Oh, ik zit niet op de motor. Oh. Oké. Hallo. Hallo. Ook het eten klaar? Ja, het eten is klaar. Zo, ik lig weer lekker op bed. Ik heb wat nectarine. Ik eet natuurlijk nog steeds een beetje met angst. Voordat het weer misgaat. Maar nectarine. Ik heb op zich wel trek, dus ik wil wel wat eten. En de ventilator op me. Het is me net ingesmeerde buik. Ik ga feest vieren. Feest vieren? Hier. Oh ja, daar zijn ze allemaal. Ja, waar zijn de ballonnen? Nou, daar zit ze. Ja. Oh ja. En de helft heeft de mimma nog meer. En de feestmutsen? Nou ja, die zie ik. Waar zie je die? Hij deed heeft er nog een beetje over. Ja. Goedemorgen, het is weer zondag wasdag. En zo meteen komt mijn beste vriendinnetje met haar kindje even langs gezellig. En vanmiddag is er piekenkermis en nou, daar gaan Sven en Niels sowieso heen en bij mij hangt het een beetje van hoe ik me voel. Ik heb weer een make-upje opgesmeerd. Ook met die By Terry oogschaduw. En ja, we hebben allemaal goed geslapen vannacht. Dat is fijn. Ik voel iets meer dingetjes in mijn buik, maar niet echt noemenswaardig. Dus we gaan maar even de haren nog doen, iets aantrekken en dan gezellig bij kletsen. En dit is mijn outfit van vandaag. Dit is een jurkje van Asos Maternity. Heb ik al sinds mijn vorige zwangerschap. En ja, die vond ik weer. Hangt hij ergens verstopt tussen zwart en dan zie je het niet. Nou, en de ballet. Woep woep. Hier wordt heel lief gespeeld. Niels heeft net geslapen en ik ging hem wakker maken. Want we merken altijd dat als hij langer dan anderhalf uur slaapt, dat hij dan 's avonds niet meer goed slaapt. Maar eigenlijk kan hij prima langer slapen. Alleen ja, we merken dat dit nou helemaal het beste werkt. Dus ik zei nee, ik ga hem even wakker maken. Toen ben ik naast hem in slaap, want hij lag zo lekker te slapen. En toen werd hij wakker, toen hij zo'n armpje omheen. Toen ben ik naast hem in slaap gevallen. Dus, nou ja. De mannen gaan naar de kermis, want Sven zei, jij moet gewoon rusten. En heeft hij misschien ook wel een puntje. Ik ben inmiddels natuurlijk, ik was dinsdag uitgerekend. Het is nu zondag. Ik ben bijna 41 weken. Dus misschien ook wel een goed idee, zeker als ik zo in slaap val. Dus, het is ook super warm. Dus de mannen gaan lekker naar de kermis en ik wel iets doen, want ik wil niet slapen, want dat vind ik echt heel naar. En dan zeg ik iedere keer leuk, want dan ga ik s'avonds op tijd naar bed, maar ik ga gewoon normale tijd. Maar achterslaap is gewoon prima. Het gedij niet echt lekker op heel veel slaap. Ook niet op te weinig. Maar. Dus ik denk dat ik maar eventjes begin aan een nieuwe puzzel.
Ik heb er nog eentje liggen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om mee te gaan. Ik vind het wel leuk om hem dan zo blij rijden op die kermis te zien. En op de rijmolen en de achtbaan en zo. Het is inderdaad verstandig om het niet te doen. Nou, ik ben maar aan een puzzel begonnen. Deze. En ondertussen krijg ik echt alleen maar leuke foto's en filmpjes. Ik ga het even laten zien. Kijk. Dus de brandweerman aan het uithangen. Dus gekke brandweerman Sam. Vet schattig. Dat dus. Ja, nou, super jammer dat ik er niet bij ben. Maar het is wel goed, want zitten is al vermoeiend nu. Ik weet niet waarom. Ik heb even zo'n dag. Zo'n middag. Ik ga nog maar even puzzelen. En het is nu 4:30, dus ze zullen ook zo weer terug zijn. Dus ik ga nog even een klein stukje puzzelen en dan ga ik maar op de bank zitten. Woehoe, living the life. We zitten weer te kleien. En Niels heeft Pieter Konijn gewonnen op de kermis. Met zo'n grijpding, wat echt nooit lukt, maar nu dus wel. En dat was heel fantastisch. Dat wordt een grote slang. Die komt nu aan het begin van de man van Dora Hans de Burle. Wij hebben het bed lekker opgemaakt. Ik zit alweer in mijn pyjama. Dit is echt een hele fijne pyjama van de Hema. Maar die rekt echt heerlijk mee en is heel zacht. Dus tip als je zwanger bent. Het is gewoon een soort nachthemd. Gewoon strak. En de rest ga ik niet laten zien, dat is niet heel charmant, maar het zit echt heel lekker, het is heel zacht en stretchy. En dat was het alweer voor deze week. Een beetje weer een gekke vlog natuurlijk. Of de volgende week een vlog komt, weet ik niet, want ik heb natuurlijk geen idee wanneer ik ga bevallen. Volgende week ben ik bijna 42 weken zwanger, als ik dat red. Of ik ben al bevallen, of ik weet het niet. En ik weet ook niet, ik weet gewoon niet hoe het gaat. Dus ik weet niet of er een vlog komt, maar dat zien jullie vanzelf. In ieder geval staan er voor de komende tijd allemaal extra video's gepland. Dus die komen in ieder geval woensdag online. Misschien dus een vlog, misschien niet. Of misschien dat ik iets anders opneem in plaats van. Of ik heb geen idee. Ik weet het gewoon niet. Dus voor nu sluit ik hem af en ze is lekker aan het dansen, dus we gaan weer lekker slapen en dan zien we het wel weer. Ik hoop dat jullie de vlog nog een beetje interessant vonden. Volgens mij heb ik echt geen reet gefilmd of gedaan voor dat matter. Nou, ik heb iets meer gedaan dan ik gefilmd heb, maar ja, ik ben ook gewoon wel een beetje moe nu van het ziek zijn en het heel hoog zwanger zijn. Dus, maar ik heb vanavond weer normaal gegeten en zo. Dus ik voel me gelukkig een stuk beter. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop tot volgende week. En anders wordt het een weekje later. En heel graag tot dan. En ik ben heel benieuwd. Doeg!